Dries de Bond van Corendon Circus heeft de 72e editie van Hall in Groningen gewonnen, de vijfde manche van de Bingo Cycling Cup en laatste test voor het BK van aanstaande zondag. Een val in de laatste rechte lijn zorgde voor chaos. De Bond was normaal de lead-out voor Team Merlier maar ontsnapte aan de valpartij waar zijn kopman wel bij betrokken was. De Nederlander Piotr Havik werd tweede, Philippe Gilbert werd na alle heisa over zijn niet-tourselectie toch knap derde. Vijf renners trokken vandaag ten aanval: Elias van Breusegem, Gianni Markhand, Thomas Joseph, Cormac McGrath en Adam Lunges. In de achtergrond bepaalde de koning Quickstep het tempo. Met Alvaro Hodege en Nederlander Fabio Jakobsen had de Belgische World Tour formatie twee sprintijzers in het vuur. Op zo'n 50 kilometer van de streep waren de vijf vluchters eraan voor de moeite. Vervolgens regende het aanvalspogingen, maar een sprint was onvermijdbaar. Zo leek het. De sprinters werden in stelling gebracht, tot een massale valpartij vlak na de volle spurt ontseerde. De Bond sloeg zo plots een gaatje en hield stand tot op de streep. Piotr Havik en Philippe Gilbert maakten de top 3 compleet.